Gisteren bij de Centrumkerk verleende het bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname het eredoctoraat aan Sintje Henri McLeod Verrier. De reden getiteld is Geschiedenis schrijven in relatie tot de historische roman. Kan een historische roman de geschiedenisschrijving beïnvloeden? Tijdens mijn zeer intens en langdurig historisch onderzoek, wat resulteerde in de publicatie van 10 historische romans die zich afspeelden in de diverse perioden van de Surinaamse geschiedenis. Daarin heb ik vooral geprobeerd de kennis van onze geschiedenis te ontdoen van mythe en stereotypen, hoewel die op zichzelf ook interessant en waardevol zijn. Maar voor mij was het belangrijk om te weten of de vele historische feitelijkheden juist waren en meer nog om inzicht te krijgen in de veranderende koloniale samenleving in de loop van de tijd. Zeer divers was die samenleving, bestaande uit inheemse kolonisten uit vele regio's, slaveneigenaars, slavenmeesters, slaven, al of niet vrije kleurlingen en vrije zwarten. Divers en dus zeer gecompliceerd. Ik hoopte inzicht en vooral begrip te krijgen door zoveel mogelijk te lezen en te bestuderen wat over gebeurtenissen en of personen in een bepaalde periode in Suriname was geschreven of op andere wijze was vastgelegd. Door mijn persoonlijke omstandigheden, mijn echtgenoot werd na de onafhankelijkheid van Suriname ambassadeur, werd ik in de gelegenheid gesteld onderzoek te doen in het Rijksarchief in Den Haag, en archieven in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Emory, Washington DC. Ik probeerde zoveel mogelijk overal de authentieke documenten te zien en te bestuderen. Want tot het eind van de 20e eeuw was het vrijwel onmogelijk om in Suriname authentieke documenten te bestuderen van voor het jaar 1850. Omdat het Surinaams koloniaal bestuur bepaald had dat alle belangrijke documenten naar Nederland moesten worden gezonden en daar gearchiveerd. Het archief in Den Haag was daar ook het Rijksarchief. En ook nadat Suriname onafhankelijk was geworden in 1975 waren de authentieke stukken in het Rijksarchief. Mijn onderzoekswerkzaamheden gebeurden voornamelijk in de periode 1983 tot 2003, waarin ik vele dagen en uren doorbracht in het Rijksarchief. En door mijn veelvuldige bezoeken raakte ik bevriend met de toenmalige directrice van de studiezaal, die ook interesse had in mijn research. En in gesprekken met haar zei ik elke keer weer dat elk volk recht heeft op een eigen archief in het land zelf. Vandaar dat ik zeer verheugd was om in 1999 te vernemen dat het Koninkrijk der Nederlanden aan de Republiek Suriname de eigen archiefstukken zou teruggeven. Dat is inmiddels gebeurd. Niet alleen de authentieke documenten, maar ondertussen ook een gedigitaliseerde versie en wat zeer gewaardeerd wordt, een gebouw met het juiste klimaat voor bewaring en Surinamers die werden opgeleid om dit archief te beheren. Hierdoor heeft Suriname sinds 2005 een nationaal archief dat toegankelijk is voor iedereen. Beschikken over een nationaal archief waarin duizenden authentieke documenten zijn opgeslagen is geen garantie dat de volk zijn geschiedenis kent. Maar er zijn hierdoor wel mogelijkheden om de geschiedenis te bestuderen en om uitgebreid en veelvuldig onderzoek te doen. En vooral om de geschiedenis te schrijven vanuit de eigen Surinaams perspectief. En van harte hoop ik dat niet alleen historici, maar ook andere Surinamers gebruik maken van deze mogelijkheid en dat dit zal bijdragen tot meer kennis over onze geschiedenis, zodat ons zelfbeeld minder gevormd wordt door mythen en stereotypen en geschiedverhalen van niet-Surinamers. Over de geschiedschrijving. De Republiek Suriname, het jongste land op het Zuid-Amerikaanse continent, bestaat politiek en juridisch sedert november 1975. Maar we weten alle dat het land Suriname ontstond in de 17e eeuw, toen een bepaald grondgebied als koloniaal eigendom in bezit werd genomen door een aantal Europeanen, terwijl in dat gebied
reeds eeuwen volkeren, die men tegenwoordig inheemse noemt, in stamverband met elkaar samenleefden. Hoewel er veel meer authentieke bronnen zijn van waaruit mensen geschiedenis kan bestuderen en vastleggen, zal in deze reden besproken worden het geschreven en gedocumenteerd materiaal dat vanaf de aanvang van de koloniale periode gearchiveerd is. Kennis over het verleden is in het algemeen van belang om hedendaagse vraagstukken beter te begrijpen en om een verantwoord beleid voor de toekomst te bepalen. Maar men komt allengs tot het besef dat beschikken over de kennis voor sommigen ook een persoonlijke behoefte is. Iedereen heeft wel enige kennis van zijn of haar geschiedenis, meestal ontleend aan dat wat men vroeger op school heeft geleerd. Ook verhalen, films, uitspraken van publieke figuren en tegenwoordig dat wat rondgaat op sociale media dragen bij aan deze historische kennis. Een volk heeft ook een collectief geheugen, waarin vooral gebeurtenissen zijn opgeslagen die tijdens het onderwijs zijn benadrukt en feitelijkheden die door bekende verhalen en liedjes in herinnering worden gehouden. En vaak ook gebeurtenissen die een schok teweeg brachten in die samenleving. Dat voor elk volk kennis van het verleden en van het tot stand komen van land en volk van groot belang wordt geacht, blijkt wel uit het feit dat in alle nationale onderwijscurricula het vak geschiedenis een wezenlijk onderdeel is. Geschiedenis is de vakdiscipline die zich bezighoudt met de studie van chronologische ordening van gebeurtenissen in het verleden, zich daarbij baserend op een kritisch onderzoek van bronnen. Degene die deze wetenschap beheerst is een historicus, die meestal ook een historiograaf wordt, omdat hij of zij de selectie van feiten en bijzonderheden uit dit authentiek materiaal en de synthese hiervan in een lopend verhaal weergeeft. De kern van de wetenschappelijke geschiedschrijving is dat de geschiedschrijver of historicus aangeeft waarop zijn kennis is gebaseerd, welke bronnen er zijn, wat de feiten zijn, wat de veronderstellingen zijn en met welke argumenten iets wordt aangenomen. Voetnoten waarin deze worden aangegeven zijn essentieel. Geschiedschrijving was lange tijd vooral een chronologisch verslag van politieke, bestuurlijke feiten en gebeurtenissen in een land, streek of stad. Het maatschappelijk aspect kwam aan de orde indien er een duidelijke relatie was met politiek en bestuur. Menselijke aspecten werden niet genoemd. Emoties werden niet verhoord. Toch is de geschiedschrijving altijd een interpretatie. Elk mens, elke familie, elk volk heeft zijn eigen geschiedenis. Het vak geschiedenis in een educatief systeem behelst de geschiedenis van dat volk conform de interpretatie van dat volk. Wanneer eenzelfde gebeurtenis door verschillende volken beschreven wordt, kunnen de interpretaties heel verschillend zijn. Zo wordt de 80-jarige oorlog van de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën der Nederlanden tegen Spanje, die zo uitgebreid aan de orde komt in geschiedenisonderwijs van Nederland in de 19e en de 20e eeuw, in diezelfde periode in Spaanse geschiedenisschoolboeken vermeld als schermutselingen aan de noordelijke grens. Nu zou men zich kunnen afvragen wanneer er sprake is van een volk of een natie. En om geen discussie hierover te krijgen, gaan we uit van de definitie voor volk, een grote groep mensen die samen in een land woont en zich verbonden voelt door dat grondgebied, geschiedenis, cultuur, taal en andere elementen. En in de loop van de tijd is er een Surinaams volk of natie gegroeid. Geschiedenisonderwijs draagt bij tot natievorming. De historicus selecteert uit de veelheid van feiten en gebeurtenissen doorgaans dat wat de natie positief belicht. En dat wordt vaak behoorlijk uitgebroken. Oorlogen worden gewonnen, heldendaden worden geroemd. Dat wat als negatief wordt ervaren,
of waar het eigen volk de verliezende partij is, wordt niet of slechts Sumer genoemd. Generaties Nederlanders hebben geschiedenisonderwijs gehad, maar hebben nooit gelezen of gehoord dat Nederland slavenkolonies had en dat de Nederlanders in de 17e en de 18e eeuw zeer actieve slavenhandelaren waren. De stelling dat elk volk zijn eigen geschiedenis schrijft, ging tot voor kort niet op voor Suriname. Tot 1975 schreef het Surinaamse volk niet zijn eigen geschiedenis.